Taco is een jongen van 38 en al vanaf zijn tiende muziekfreak. Ik zit al vanaf mijn tiende koop ik al plaatjes en vanaf mijn twintigste ben ik een beetje begonnen met draaien. En zo heb ik langzamerhand van mijn hobby mijn beroep gemaakt. Ik stond achter de bar, heel lang, bij Café de Duivel. En op een gegeven moment kwam Craig van Fatbeats, die vroeg of ik niet samen met hem een winkel wilde beginnen. En toen zijn we een tijdje op zoek gegaan naar een pand en dat ging allemaal vrij traag. Maar in de tussentijd kocht ik gewoon zelf veel platen nog. Ik was in al die winkeltjes te vinden en toen had je veel importzaken hier. En op een gegeven moment, hier zat een jongen die verkocht platen. Het was eigenlijk niks. Ik bedoel, er stonden, het was een half lege winkel, er stonden wat dozen op de grond. Met dingen. Sterker nog, hij het eerst wat hij, werkte hij in de kelder. Werkte hij vanuit de kelder en was dit een soort cd-winkel of zo. En toen werkte hij vanuit de kelder, ging die goos eruit. En toen is Lee is hier gaan zitten. Dus ik kwam hier op een gegeven moment ook gewoon veel om plaatjes te kopen. En hij had op een gegeven moment een partner nodig. Toen zijn we met z'n tweeën erin gesprongen. Dus hij deed het met z'n drieën. Hij deed het alleen, naar twee kinderen, dus dat ging al een beetje moeilijk. En toen zijn we met z'n drieën begonnen. Craig was toen weg bij Fatbeats. En ik ben toen nog een tijdje bij de Duivel gaan werken. En op een gegeven moment zijn we met z'n drieën gestart. We noemden het Kids Love Wax. En snel was dat best wel een naam hier in Amsterdam. En op een gegeven moment, na denk anderhalf, twee jaar, is die hele groep uiteengevallen. Craig ging weg, Lee ging weg en ik was nog over. Toen is er een andere compagnon bijgekomen. En hebben we nog een tijdje zonder naam gezeten. Dat we eigenlijk geen naam konden verzinnen. En toen heeft Piet Parr ons geholpen en die zei, ja, Waxwell Records. Dat was toen helemaal nog met Rockwell en zo, weet je. Dus ik zei, Waxwell Records, dat is prima. Dus vanaf die, dat is denk ik zo'n jaar of vijf geleden, heten we Waxwell Records. In eerste instantie, en dat was ook de winkel die hiervoor zat, en Kids Love Wax, dat waren winkels. En zo zijn we ook begonnen met het accent op zwarte muziek. Dus soul, jazz, funk, disco, hip-hop. Dat was het wel zo'n beetje. Reggae misschien een beetje, weet je. Dat was wel de basis. En eigenlijk is dat een beetje gegroeid. En dat komt ook omdat we... Ja, in Amerika komen we veel dingen tegen. Die we daar gewoon op kunnen pikken en hier verkopen. Want uiteindelijk is de markt voor dat soort muziek is vrij klein. Natuurlijk, er zijn genoeg mensen die hip-hop kopen of soul of jazz. Maar er zijn nog 100 keer zoveel meer mensen die iets willen hebben van de Beatles. Of Led Zeppelin. En dat is heel gek, zijn we op een gegeven moment daar ook een beetje ingestapt. 3 jaar geleden of zo, omdat we dat in Amerika ook veel tegenkwamen. En je ziet dat gewoon, de gemiddelde toerist, die wil niet een Ghostface killen. Maar die wil graag een Bob Dylan LP of de Beatles of weet. En dat zien wij daar ook en dat kopen we. En dat staat nu ook in de winkel. Dus dat hele middenvak eigenlijk, dat hadden we eerst niet. Ik hou van heel veel soorten muziek. Gewoon opgegroeid met soul funk. En dat heb ik eigenlijk nog steeds. Braziliaanse muziek, doo-wop vind ik, sommige dingen vind ik heel tof. Beetje 60s doo-wop. Ik heb eigenlijk vanaf mijn 12e hip-hop gekocht. Ik ben echt wel een hip-hop-head. En nog steeds. Eigenlijk, dus dat blijft erbij. Maar gaandeweg ontdek je ook steeds nieuwe muzieksoorten. Ik was vroeger, had ik niet zoveel met Latin bijvoorbeeld. Dat vind ik nu wel heel goed. Latin dingen. Wat ik heel interessant vind, en dat is ook iets van de laatste tijd, want daarvoor kende ik het eigenlijk gewoon niet. Je hebt bepaalde rockplaten, psychedelic rock. Zeg maar, dat is eind jaren 60, begin jaren 70, met vaak freaky hoezen. Rock. Maar die jongens die hadden heel veel gewoon invloeden van buitenaf. En als het een beetje funky is, vind ik het heel goed. Dan vind ik het goed en dan wil ik het ook wel vaak hebben. Wil je even beneden kijken? Ja, toch? Ja. Is het tamba? Ja. Zoals ze bij de Crips zeggen. Oh, sorry. This is where the magic. This is where the magic happens. Pas op, hè? Ja. Dit is de stok.
We hebben het nu een beetje zo ingedeeld dat sommige artiesten hebben gewoon heel veel platen staan. En die verkopen ook snel. Dus dat hebben we al een beetje uitgesorteerd. Curtis Mayfield, Marvin Gaye, James Brown, The Doors. Voor veel mensen is dit een van de beste platen ever. Tegenwoordig is het heel hip omdat in die Nederlandse recensenten en in de top 100 staat het dan op nummer 1. Dat is iets van de laatste jaren. Maar dat verkoopt goed en het is gewoon een classic album. Dus elke keer dat we hem zien ergens, kopen we hem. Hebben we hier nog wat? Ja, hip-hop stok, maar dat is eventjes impactspullen. Hip-hop stok. Ik koop geen platen voor mezelf op de hoes. Sterker nog, ik koop de laatste tijd eigenlijk alleen maar singeltjes en er zit niet eens een hoesje bij. Dus dat gaat echt puur alleen om de dingen. Dan vind ik de labels dan wel weer mooi. Maar voor de winkel doe ik dat wel. Dan koop ik gewoon platen. Ja, omdat de hoes mooi is. Er zijn ook mensen die dat per se willen hebben, die dingen. Die mensen die zoeken niet bepaalde platen, maar die zoeken bijvoorbeeld alle hoesen van Andy Warhol of zo. Ik had vanochtend, ik weet niet wat het ding is, maar had ik een plaat van Diana Ross. Nou, best wel een slechte plaat. Maar ja, wel een Warhol hoes, weet je wel. Dus dan denk ik van, nou, oké, dat zetten we dat in de winkel. Of je hebt ook van die rare, hoe moet je dat, een soort van comedy theater. Platen uit Amerika. En als je dat opzet, ja, dit is helemaal niks. Maar het ziet er heel dope, een soort psychedelic-achtige hoes uit, weet je. Nou, dan neem ik dat wel mee. En veel dingen, ook in Amerika, kijk, ik weet wel veel van muziek, maar lang niet alles. Er is zoveel gemaakt. En soms ga je door een bak en denk je, oké, nou, dat ziet er wel aardig uit, weet je. Dat zou wel eens wat kunnen zijn. En ja, 5 van de 10 keer is niks, maar die andere 5 keer is het dan wel weer goed, weet je wel. Dat is maar net hoe dat valt en zo ontwikkel je ook een bepaalde kennis. Dit is bijvoorbeeld zo'n plaat die heb ik alleen gekocht op de hoes. Ik weet, want hij is nog dicht. Die plaat is nog nooit open geweest. Dus ik weet ook niet wat het is. Er komt hier ook wel eens een jongen die koopt eigenlijk ook op hoesen. Hij moet ook wel de plaat goed vinden hoor. Het is niet zo dat hij puur een plaat koopt alleen op de hoes. De plaat zelf moet ook nog wel aardig zijn. Maar die gozer die koopt dus alleen maar ogen. Hier dan is een van mijn eigenlijk favoriete artiesten van de laatste paar jaar. Het is een hip-hop jongen uit New York en hij doet alles zelf. Beats maken en rappen. Live is hij ook echt geweldig. Hij komt in september weer, is echt een aanrader. Want hij maakt echt een feest van. Deze platen zijn er 1000 van gemaakt. En hij heeft alles handmatig of met de hand gestempeld. Dus alle 1000 platen, hij heeft die allemaal zelf lopen stempelen. Dus al die 1000 hoesen, die zien er allemaal anders uit. Weet je, sommige staan er maar 2 vrouwtjes op en de Echo Party. En ik had hem eigenlijk niet zo goed geluisterd. Dus ik had hem met Koningendag had ik hem opstaan bij mij thuis. En toen zat ik wel even te knipperen, want het is een soort van collage ook van allerlei geluiden. Echo, ja, het is Echo Party heet dit. Dus het is een soort van collage van oldschool hip-hop met veel echo shit. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik ga niet, dat klinkt misschien een beetje arrogant, maar ik ga eigenlijk niet iets verkopen wat ik zelf niet tof vind. Dus er zijn een paar dingen die ik niet trek, is Bob Dylan bijvoorbeeld. Daar heb ik helemaal niks mee. Maar goed, heel veel mensen vinden dat wel leuk. Ik ben ook niet zo'n disco-man. Alhoewel het iets meer, dat ontwikkelt zich iets meer. Vroeger was het echt anti-disco en nu zit ik daar iets meer in. Jazz bijvoorbeeld, vind ik heel moeilijk muziek. Ik ga niet thuis een jazzplaatje opzetten. Weet ik niet, misschien op de achtergrond of zo. Heb ik het ook niet mee. Maar ik vind het wel goed. En dat is voor mij wel een, dat vind ik wel belangrijk.